Hallo mensen, welkom dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Jordan en vandaag zijn we terug weer in de game Noord-Brabant. Vandaag weer met de politie. We zijn inzetbaar. Wat jullie een beetje opmerkt is dat ik nu voortaan in de politiebus rijd. Hoezo? Omdat ik net de politietraining heb gevolgd en ja, ik ben geslaagd en nu ben ik in plaats van student. Ben ik nu aspirant geworden. En als je aspirant bent kun je in de T5 rijden. Dus dat is hartstikke leuk. Maar mocht jullie deze video weer leuk vinden, doe een duimpje omhoog. En ik zou zeggen, pak er even wat lekkers bij. En wat dan ook. Die auto, we doen een beetje snelheidscontrole. En als we een melding krijgen, dan zien we het wel. Wat doet mijn camera? Niet even ruiken, drukt op zij en wacht eventjes. Hey die auto helpt me gewoon, wat lief. Ik zal even zeggen tegen het OC, ik doe nu snelheid controle bij de Mac. Zo, ik doe de snelheidscontrole met de Mac. Er komt nog iemand helpen, die Fico Blaze. En wat lief. Ze helpen me gewoon, hè. Het zijn natuurlijk ook collega's, dan snap ik wel waarom ze me helpen. Maar we wachten gewoon even tot er een melding aankomt en dan, gaan we daar gewoon op af. Ik test even ondertussen of alles het doet. Heel belangrijk. Dus stop politie. Voor doet het. Stop politie. Even kijken. Ja, stop politie achter doet het. En politie volgen doet het. Die uit. Die uit. Uit. En politie volgen doet het. Sirene doet het. Nou, geel heb ik al getest. Ja, de reden waarom ik nu oranje aan heb, is omdat, als je oranje hebt, dan sta je meestal bij een snelheidscontrole. Dan, dan zijn we een stuk makkelijker. Zo, even wachten tot het. Kijk, er gaat weer een collega. We moeten even wachten tot het er. Als iemand te hard rijdt, dan gaan we hem staan houden. Maar niet de agenten natuurlijk en de brandweer en de ambulance. Trouwens, er is daar niemand bij de ambulance en de brandweer. Dat vind ik raar. Ik zet die muziek even uit, want daar zo'n hekel aan. Het is nog lang geen Halloween. Ik snap echt niet waarom ze al die Halloween spullen hebben neergezet. Terwijl het nog al lang geen Halloween is. Nou ja. We moeten het er maar mee leven, hè? Zometeen iemand die we zien, die krijgt een procesverbaal. Of we krijgen een melding binnen, dat kan ook. Oh, dan gaat weer een collega samen met een cliënt. Nee, niet met een cliënt. Nee, ze hebben een tweede collega op de motor. Mag normaal niet. Een collega op de motor mag normaal niet. Maar ik heb te gaan af en toe even een beetje rondrijden. Want snelheidscontrole houden is ook zo saai. Je staat er alleen maar een. Waarom staat hij eigenlijk op de weg? Dat mag niet, hè? Mijn collega's erbij. Laten we even kijken wat hier allemaal aan de hand is.
Zo. Nou, even kijken. Wat zeg je allemaal? Ik zie alleen maar tekst. Hey, ijsbergvogel. Je bent er weer in, hè? Hey, we hebben een melding. Van iets. Woning al overval. Oh, een van de huizen. Oké. Okay. We gaan er eventjes prio 3 naartoe. Want we moeten wel even zoeken. Meestal is er altijd een huis ongeval. Dus moet je er eigenlijk beter met prio 3 naartoe. We gaan eventjes naar de woonwijk toe. En dan gaan we even kijken. Dan zien we hem alweer verder. Goed doorzoeken door de huizen heen. Nou, niet door de huizen. Gewoon een beetje in de huizen kijken. Oké, we gaan eventjes hier naartoe. Kijken wat hier aan de hand is. Dus sommige huizen kun je natuurlijk in. Niet in alle huizen, maar... Kijk, hier gewoon een olifant. Hé, hey, deze meneer. Wat gebeurt hier? Goedemiddag. Goedenavond eigenlijk. Ik heb een melding gekregen. Oh, dat kan. Ja, dat kan inderdaad, ja. Heeft u het kenteken gezien? Wie weet is een auto, hè? Die, ik heb geen flauw idee wat er gebeurt. Dan kunnen wij ook niks doen, meneer. Het spijt me dat ik er niks van weet. Geeft niet. Ik weet niet eens dat er een avond. Hetzelfde, een succes. Ja, hoi, hoi. Daar gaan we weer. Wat doet deze meneer hier eigenlijk? Is dat nou zijn auto? Als dat zo'n auto is, dan staat hij wel behoorlijk in de weg. Nou goed, we hebben een melding, we hadden een melding gekregen. Alleen het was een foute melding. Want ja, die meneer had gebeld en die weet geen eens meer wat het ongeval was. Dus wij weer met vervolg. Hey, wat is daar aan de hand? Die zit ze een beetje te klemmen hier ook. Ja, jongens, ik moet er even door. Hit run. Het nummerplaat is 46.